De 64-jarige Dan Fati Mangli is gisteren bij een verkeersongeval op de Oost-Westverbinding overleden. De politie van Meerzorg kreeg via de centrale meldkamer de melding dat een auto over de kop is gegaan. Daar aangekomen troffen de politiemannen op de berm een autobus aan, gekanteld met 4 slachtoffers daarin. De autobestuurder en 2 bijrijders waren al uit de bus. Het voorlopig onderzoek wijst uit dat de bestuurder met 6 inzittenden reed over de weg vanuit Paramaribo richting Tamarejo. Het vermoeden bestaat dat de chauffeur ter hoogte van kilometer 5,5 bij het beschrijven van een bocht de controle over het stuur verloor. De bus raakte van de weg, kwam na ongeveer 46 meter tegen een elektrische mast aan die in tweeën brak en kwam tenslotte op de berm terecht. Zowel de bestuurder als de overige inzittenden liepen letsels op. De 4 slachtoffers die bekneld zaten in het voertuig werden door de brandweer uit hun benarde situatie bevrijd en per ontboden ambulance vervoerd naar het academisch ziekenhuis. De 64-jarige Mangli is daarna overleden.